dan is het nu tijd om in discussie te gaan met het publiek. En ik nodig u dan ook uit om alle vragen in de chat te zetten. En nou, dan gaan we het even bekijken als Katrien en Heidi hier nog weer komen zitten. En Petri en Kees en Ad online zijn. Misschien kunnen we die ook in één keer in beeld krijgen. Gaat dat lukken? Ja, dat gaan we proberen. En dan kijken we. Ik nodig u echt uit om vragen, opmerkingen, dingen misschien waar u het wel niet mee eens bent of wil u wat ondersteunen, om dat in de chat te zetten. En als u, ondertussen dat u dat doet, ga ik vast één vraag aan Katrien stellen, want die kwam binnen toen jij nog aan het praten was. En er is iemand die vraagt of je, je had het over die prototype in de, die werkplaats, of je daar een paar voorbeelden van kan noemen. Ja, hele concrete voorbeelden is misschien wat lastiger, maar wat mij wel opviel was dat het drie insteken had eigenlijk, die prototypes. En de eerste was de cliënt beter leren kennen, eigenlijk wat Heidi net ook zei, van hè, wie was iemand, wat voor beroep heeft iemand gehad, hoe stond iemand in het leven om dat helder te krijgen. Een tweede type interventies ging meer over het keuzes maken, wat wil je eten en op een, hoe wil je dat je dag erin ziet, eruit ziet. En dat op een hele makkelijke manier, dat het voor cliënten makkelijk is om aan te geven van ik wil vandaag tussen de middag warm eten of juist 's avonds, of ik wil wel of niet gedoucht worden, dat dat glas helder kan zijn. Het derde type interventie was meer op de professionals onderling gericht, om samen het gesprek aan te gaan van wat ging er goed, wat kan er beter, hoe kunnen we elkaar scherp houden op het onderwerp eigen regie. Het praat lastig. Ja, het praat lastig tegen jou, tegen jouw rug aan. En het praat ook lastig om aan diegene te vragen of dit het goede antwoord op de vraag was. Maar daar gaan we dan maar even van uit. Ik kijk ondertussen. Ja, er komt nog een vraag binnen. Ik moet hem even lezen hoor. Dat is een vraag aan, even kijken aan wie we die gaan stellen. Hoe ondersteun je de autonomie van mensen die hun voorkeuren, wensen en keuzes soms verbaal niet aan kunnen geven? Laat ik eens. Wie pakt hem? Want dit, ik denk dat iedereen hierop wat kan zeggen. Heidi? Heidi misschien? Ja, ik denk door goed. Het is moeilijk, hè? Door goed te kijken naar de cliënt. En ook daar komt weer dat stukje bij van ken je je cliënt? Ja. Ja, dus vanuit daar kun je ook denken van en probeer het gewoon dan. Ik weet natuurlijk niet het niveau van wat ze precies bedoelen met non-verbaal. Maar iemand die het misschien niet goed kan vertellen, kan jij misschien wel vragen van wat vind je van dit? En dan knikt iemand ja of knippert met zijn ogen. Dat kan soms ook al voldoende zijn. Dus het is echt kijken naar kleine dingen, denk ik. Ja. Of misschien ga je iets doen en merk je van, ja, dit is niet helemaal. Mensen laten dat vaak ook wel merken, non-verbaal, van dat ze het niet wilden. Wat er ook benadrukt is dat het kennen van de cliënt je ook de handvatten geeft om kleine dingetjes te interpreteren. Ja. Kan ik ook doen, maar dan kan ik deze niet lezen. Maar we gaan eventjes kijken of er zo nog een vraag binnenkomt. En anders ga ik zelf ondertussen even een vraag aan Kees stellen, als dat mag. De laatste dia die je liet zien van de wet langdurige zorg, daar stond wegingskader als woord. En daar, ik vroeg me af, wie maakt dan dat wegingskader? Hoe kom je met een wegingskader, tot een wegingskader met z'n allen? Daar zijn Petri en ik lang mee bezig geweest. En dat vindt zijn oorsprong in het feit dat je in de wet en in de voorbereiding van de wet zorg en dwang heel veel gesproken wordt over het wezen van verschillende vrijheidsbeperkingen. Maar dat wezen helemaal gebeurt door professionals. En dat de cliënt niet meeweegt.
En wij spraken in die tijd met mensen bij wie toch aan de orde was dat er een vorm van onvrijwillige zorg zou worden toegepast. En onvrijwillige zorg dan als de term uit de wet. En die wilden daar zelf over mee beslissen. Die wilden daar ook keuzes in kunnen maken. En die vonden het heel vreemd dat dat alleen maar door professionals werd gedaan. En bijvoorbeeld dat het gas werd afgesloten omdat mensen brandgevaarlijk waren, zonder dat er een alternatief werd geboden. En toen hebben wij de mogelijkheid gekregen, toen we daar het ministerie op geattendeerd hebben, om daar onderzoek naar te doen. En daar hebben we dan vooral de insteek gekozen om iets in beeld te brengen van het perspectief op onvrijwillige zorg van mensen die heel moeilijk kunnen communiceren. Dus mensen met een gevorderde dementie en mensen met een ernstige verstandelijke beperking. En we hebben geprobeerd die perspectieven te ontrafelen en in beeld te brengen door in gesprek te gaan met naasten over waar kunnen we nu aan herkennen dat iemand zorg als onvrijwillig ervaart. En dan in het bijzonder degene waarvan u de naaste bent. En hetzelfde hebben we gedaan met zorgverleners. En zo hebben we geprobeerd een aantal handvatten te ontwikkelen. Tips en tricks waar zorgverleners zich van kunnen bedienen om zicht te krijgen op hoe een cliënt bepaalde vormen van onvrijwillige zorg ervaart. En of de cliënt de zorg die wij bieden als onvrijwillig ervaart. En om op die manier ook het cliëntperspectief te kunnen betrekken bij beslissingen die wij nemen over toepassing van onvrijwillige zorg. Ja, misschien is dat ook wel, als ik heel even aan mag vullen, Kees, want wij hebben vanuit Amsterdam is het onderzoek naar mensen met een ernstige vorm van dementie. En wij hebben vanuit onze academische werkplaats het andere deel onderzoek naar mensen met verstandelijke beperking uitgevoerd. En misschien ook wel op basis van, of naar aanleiding van de vragen die net gesteld werden. Ik denk dus dat het, ook als mensen zelf niet kunnen zeggen wat ze willen, dat wij in dit project, het zou natuurlijk fijn zijn als we nu naast elkaar aan tafel hadden gezeten, want dan had ik meteen gevoeld hoe jij zou reageren, Kees. Maar ik denk dat, dat onderzoek heel duidelijk heeft laten zien dat andere belangrijke voor de mensen, voor deze groep, dus bijvoorbeeld broers, zussen of ouders, en professionals, maar ook dus die familie, dat die heel erg goed zich kunnen verplaatsen in hun zoon of dochter of hun broer of zus en aan kunnen geven wat deze belangrijk vindt. En dat ging dus bijvoorbeeld over voorbeelden. Zou iemand hinder hebben van een videocamera die 's nachts in een slaapkamer wordt gehangen om te registreren of dat mensen risico lopen? Wat vindt u daar zelf van? Maar ook wat denkt u dat uw zoon of dochter daarvan vindt? Dus ik denk het gesprek voeren met belangrijke anderen op het moment dat je niet helemaal helder de signalen van een persoon, van een mens kunt lezen die het zelf niet letterlijk kan zeggen zoals wij met elkaar spreken. Dat is denk ik heel erg belangrijk en dat kwam ook naar voren in het onderzoek. En ik ben ook wel benieuwd, want ik zie jou ook knikken, Ad, hoe jij, want jij hebt natuurlijk ook heel veel ervaring met, ook met mensen die zelf niet zo heel erg goed kunnen spreken. Hoe zie jij dat? Nou, ik heb toevallig hier een medebewoner die kan niet lezen en moeilijk schrijven. Ja. En als dan iets mee de begeleiding is, dat niet duidelijk is voor haar, en ze krijgt daar geen gehoor op, dan komt ze naar mij toe en dan is het binnen 5 minuten is het dan wel geregeld. En dat geeft mij ook wel een fijn gevoel. Ja, precies. Dat de mensen toch weten dat er iemand op huidige begeleiding toch klaar staat om eventueel in te grijpen als het nodig is. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk begeleiders zijn natuurlijk heel belangrijk en verpleegkundigen en professionals, maar daarnaast zijn er nog heel veel andere mensen die iemand kennen, gelukkig. Hè, en dat netwerk kun je betrekken bij het duiden van gedrag en signalen. Ja. Dankjewel, Ad. Mag ik nog wat aanvullen, Petri? Ja. Volgens mij is dat wegingskader en hoe we dat hebben uitgewerkt in adviezen, zeg maar, waar mensen naar kunnen kijken, ook vooral van belang om ook de naasten en ook de zorgverlener erop te attenderen dat ze van 2 perspectieven uit naar de cliënt kunnen kijken, naar wat ze zelf vinden dat geboden is en wat goede zorg is en wat vrijwillig of onvrijwillig is, maar ook vanuit de cliënt en dat die perspectieven kunnen verschillen. Ja.
En dat het van belang is om die in ieder geval te onderscheiden als je het gesprek aangaat over de inzet van onvrijwillige zorg. Ja, ja. Mag ik eventjes, er wordt van alles in de chat ook gezegd, maar in ieder geval ook één vraag van Koen Grotens. En die zegt, ja, maar soms is het wel moeilijk omdat je als professional het gevoel hebt dat de familie een andere inschatting of er anders naar kijkt dan de cliënt zelf. Hoe ga je daarmee om? Ik zie jou, Heidi, knikken. Het bij mij er net ook wel een beetje op. Want soms zit je gewoon toch wel met, dan willen ze het beste voor hun moeder. Maar dan vraag ik me wel eens af, van, is dat ook wel wat moeder wil? Snap je? Dat is, en wat doe je dan? Ja, dan ga ik het gesprek aan. En dan probeer ik toch ook wat ik denk dat moeder zou willen. Maar dat blijft natuurlijk ook lastig. Hè? Want ja, dat zijn best lastige gesprekken. Want je wil... Ja, hun kennen moeder eigenlijk nog beter dan ik ken. Dus ja, wie ben ik om dat dan te gaan zeggen? Dus dat, maar ja. Ik herken deze opmerking wel. Ja. Ja. Mirjam, jij zat te knikken, dus jij ziet vast een mooie vraag in de chat. Nou ja, ik zag inderdaad deze vraag die heel mooi aansloot bij het gesprek dat gaande was. Maar er zijn nog een aantal mooie vragen. Bijvoorbeeld van... Een anonieme steller, merk je in de zorg culturele verschillen met autonomie en het belang dat men daaraan hecht? Of is het vooral een typisch westerse waarde? Dat is wel een... Katrien, jij haalt adem. Nee, ik durf daar geen antwoord op te geven. Nee, ik merk bij ons de respondenten die we bestuderen zijn toch vaak, of vaak eigenlijk altijd bijna van Nederlandse afkomst. Dus daar durf ik niks over te zeggen. Familie is... Wat zeg je? Familie is vaak heel belangrijk. Bij mensen van andere culturen, die regelen echt heel veel dingen zelf. Daar gaat het eigenlijk een beetje vanzelf. Daar spreekt familie voor moeder. En ja, dat is dus denk ik wel een beetje cultuur bepaald. Ja. Ja. Iemand, Petri, Kees, Ad, uit ervaring of dat een typisch westerse waarde is, die autonomie? Ik weet niet of het een... typisch westerse waarde is. Ik denk dat familieverbanden en opvattingen over goede zorg en wat de rol daarin is van de familie wel behoorlijk kunnen verschillen tussen onze cultuur en, nou, laten we zeggen, mensen met een Turks of een Marokkaanse achtergrond. En dat het voor ons vaak ook best heel moeilijk is om daar goede zorg te verlenen en ook een stem te geven aan degene die we dan als bewoner in zorg hebben. Waarbij ik daar in het verleden toch wel moeilijke ervaringen mee heb gehad. Omdat familie niet ophoudt te zorgen op het moment dat iemand in het verpleeghuis komt wonen. En je daar dus tot een nieuw soort afstemming moet komen tussen de zorg die professionele zorg hier moet geven en de zorg die familie steeds nog wil geven. En daarbij is het dan soms ook best ingewikkeld om stem te geven aan die bewoner. Ja. Dus dat is best zoeken. Ik ga eventjes verder met nog meer vragen die we binnenkrijgen. Magda Hermsen vraagt, hoe ga je om met relevante informatie geven en meenemen in keuzes als het ziektebesef afwezig is? Bijvoorbeeld bij een gedwongen opname in een verpleeghuis. Kijk naar jou. Geen idee van. Moeilijk. Ja. Kijk naar jou, jij zou het in praktijk wel tegenkomen. Je bent de klos vandaag met vragen. Ja, dat is lastig. En gedwongen opnames, dat is het liefste wat je vermijdt. Hè. Dat doen we eigenlijk liever niet. Maar ja, er zijn inderdaad wel... En dan is het gewoon heel moeilijk. Kan je dan nog relevante informatie geven? Dat is eigenlijk ook de vraag. Hè. Als het al gedwongen is, kan je dan nog relevante informatie geven en komt die aan? Nee, je kunt hem geven, maar ik denk niet dat het op dat moment helemaal niet meer... Nee. Je probeert het vaak zo zeg maar zacht mogelijk. Maar je zit, dan praat je over een RM waar dan mensen bij aanwezig moeten zijn. Dus dan mensen die de mensen al niet kennen. Dus dan die situatie is dan vaak al zo beladen. Dat is
je probeert het. We doen het ook wel eens dat het in het verpleeghuis de RM afgenomen wordt. Dus dan ga je als soort van koffie op de koffie bij het verpleeghuis en dan worden mensen op. Dus dan wordt het dan, ja, dat maakt het dan wat makkelijker. Maar wat ik zeg, ja, weet je, dat zijn opnames die, dat is echt niet leuk. Dat is echt niet, dat doe je liever niet. Maar je weet dat het wel het beste is soms, ja. Dat is een beetje, ja. Ja. Mirjam. Ja, er is nog een vraag van Irene Muller. Hoe leer je balanceren als zorgverlener tussen je cliënt kennen, een soort van statische fase, en dat elk moment voor die cliënt ook anders kan zijn, dus dat wensen ook kunnen veranderen? Ja, volgens mij is het daarvoor heel belangrijk, wat ook al eerder is gezegd, dat je heel erg in afstemming met de cliënt bent als zorgprofessionals. Dat je goed ook elke keer weer checkt of dit ook wel is wat iemand wil. En volgens mij geldt dat ook voor ons. Van we kunnen altijd het prettig vinden om 7 uur op te staan. Maar misschien morgen wil ik wel net iets eerder of iets later. En dus het besef dat dat soort dingen variabel zijn, is denk ik heel belangrijk. Ik kijk of er nog iemand had wat toe te voegen, maar ik denk dat ze je allemaal ondersteunen. Dus... zijn er nog meer vragen uit het publiek? Ondertussen misschien als iemand dat vraagt. Wat mij heel erg triggerde in dat filmpje, Petri, was de uitspraak van Jelle. Van het is zo belangrijk dat er iemand achter je staat als je de verkeerde keuze maakt. Dat vond ik heel mooi, omdat het, ja, dat geeft het gevoel dat je ook gerespecteerd wordt. Hè? En dat... Ja, dat je als volwaardige beslissingen kan nemen die ook fout kunnen zijn. Hoe past dat in die zelfdeterminatietheorie? Ik probeerde daar een hokje in te tekenen. Ja, nou ja, ik vond het wel een mooi voorbeeld van eigenlijk concreet wat dat concept verbondenheid weergeeft. Hè. Verbondenheid wil zeggen, je hoeft het niet alleen te doen. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat als mensen dementerend zijn of mensen een verstandelijke beperking hebben in lichte of ergere mate, dat zij altijd aan de hand genomen moeten worden. Ik denk dat het heel belangrijk is om zoveel mogelijk ruimte te creëren, dat mensen hun eigen keuzes kunnen maken en dat je ook fouten mag maken. Maar dat als dat gebeurt, dat je weet dat je er niet voor, dat je er niet op afgerekend wordt. Of dat mensen je laten vallen. Maar dat er dan altijd iemand is die dan ook weer naast je staat. En samen met jou gaat kijken van, goh, waarom is het fout gegaan? En hoe kunnen we dat voorkomen de volgende keer? En dat is eigenlijk wat Jelle zegt. Dat zegt eigenlijk iets over die behoefte aan verbondenheid. En dat is een van de drie pijlers van de zelfdeterminatietheorie. He, die zegt alleen die behoefte aan autonomie of die behoefte aan competenties, als die bevredigd worden, maar die behoefte aan verbondenheid niet. Dus stel, je hebt het gevoel van, ik kan zelf besluiten wat ik wil en ik kan het eigenlijk ook wel. Ik kan ook wel lesgeven of ik kan ook wel onderzoek doen. Maar er zijn geen mensen om jou heen. Ja, dan zul je nooit dat optimale geluk ervaren. Dan zul je ook nooit op langere termijn gemotiveerd zijn om die lessen ook echt te geven. Als Ad zou denken, ik moet het allemaal in mijn eentje doen, dan is het helemaal niet leuk om zo'n les te geven. Dan kun je er ook onzeker van worden als je een keer een fout maakt. Maar als je daar met z'n tweeën staat en je weet, we doen het gewoon samen, dan voelt dat krachtig. Ja. En dat is denk ik wat Jelle ook zei. Misschien, ja. Ik weet niet of dat Ad er ook iets op aan wil vullen. Want jij, Ad, jij geeft natuurlijk bij het ROC samen met Nout en met Lucien ook altijd die lessen. Ja, ik ben het ook met jou eens wat dat betreft. Want hoe zou het voelen om het alleen te doen dan, Ad? Nou, als ik het alleen moest doen, dan komt er weinig van terecht, denk ik. Ja. En kun je uitleggen waarom? Je hebt toch al wat handvaten nodig om iets te presenteren. Ja. En dan moet het toch met een team zijn. Precies. Ja. En als je geen team, dan kun je dat niet presenteren, vind ik. Ja. Ja. Ja, ik denk dat... Ja, Jelle zegt het weer anders, maar ik denk dat het een beetje op hetzelfde neerkomt. Ja. Dankjewel, Ad. Ja, dankjewel. Dankjewel ook, Ad, voor nog eventjes de toelichting hierop.
We zijn, de tijd is bijna om, zie ik op mijn klok. En ik kijk of er nog iemand, daar komt toch nog een vraag binnen. Dat is een vraag van Sascha en die zegt, hoe ga je om met iemands vroegere wensen bij gevorderde dementie? Bijvoorbeeld vastgelegd in een zorgplan als die wensen niet meer passend of zinvol lijken. Dat is ook een best moeilijke. Wie geef ik hier voor het eerst? Ik zou vanuit de theorie zeggen, het belangrijkste is wat mensen nu aangeven. Maar ik weet niet hoe je daar in de praktijk mee om kunt gaan. Ja, dat denk ik ook. Ik denk niet dat het zin heeft om daar dan aan vast te houden. Mensen ervaren dingen nu toch zoals ze nu zijn. En wat ze dan vroeger belangrijk vonden, is dan misschien niet meer passend nu, denk ik. Maar heeft het dan zin om het vast te leggen? Ja, als je het daarna toch niet... Het is inderdaad gelijk het volgende wat ik wou zeggen. Ja. Aan de ene kant zeggen we nu van je, het is zo belangrijk om die hele persoon te kennen. En wat is die wat je vroeger allemaal belangrijk vond. En dat denk ik ook dat dat belangrijk is. Maar ja, je moet het inderdaad wel zien hoe iemand dingen nu ervaart. Hoe dingen nu binnenkomen. Want het is toch anders als je een dementie hebt als als je dat niet hebt. Ja. En je kunt natuurlijk de variatie ook beter kiezen als je weet waar iemand vandaan komt, ja, denk ik. Ja. Dus dan is het toch weer belangrijk om het te weten wat voor iemand het is. Ja. Dus jullie zeggen enerzijds wel belangrijk om het vast te leggen, want dan weet je waar iemand vandaan komt, maar je moet het wel aan kunnen passen. Ja. Ja. Maar vanuit de ethiek is dat niet vanzelfsprekend, hè? Vertel. Ja. Vertel. Nou. Vertel, de KNMG heeft bijvoorbeeld net gisteren een nieuw standpunt over euthanasie en schriftelijke wilsverklaringen uitgebracht. Dus ik denk bij deze vraag ook aan wat mensen in de periode dat ze nog niet aan dementie leden, op schrift stellen over wat ze vinden van een leven met dementie en hoe ze in die situatie dan behandeld of niet behandeld willen worden. En de discussies die daarover in de samenleving gevoerd worden en wat van hulpverleners verwacht wordt dat ze doen met zo'n wilsverklaring. Ik ben het met jullie eens dat we in het heden zorg dragen en zoveel mogelijk de zorg invulling willen geven vanuit de waarde van die persoon. Maar als die waarden zo opschuiven of als die persoon niet meer in staat is door zijn dementie om aan te geven wat die waardevol en belangrijk in het heden vindt, dan kan dat toch wel grote ethische dilemma's opleveren. Van hoe ga je dan om met wat er ooit op schrift heeft gestaan? Ja. Nou ja, de titel van deze zorgsalon was ook niet voor niks het spanningsveld. Want we weten de oplossing ook niet. En jullie geven dat heel mooi aan dat het ook echt een spanningsveld is. Het belangrijkste is denk ik dat we ons daarvan bewust zijn. Dat het spanningsveld er is. Dat je ook in individuele gevallen de juiste beslissing kunt nemen. Je hoort aan mijn stem dat ik hem aan het afronden ben. Toch nog één vraag? Ja, er is nog één laatste vraag van Els. Die komt nog even terug op iets wat eerder al ter sprake kwam over de prototypes. Ze zijn benieuwd, zijn het echt fysieke tools of zijn het instructies of handelingsontwerpen? Dus iets concreter nog een uitleg over de prototypes en de twee winnende ideeën misschien die uitgewerkt gaan worden. Ja. Daar ga ik me ook niet helemaal aan branden om die helemaal uit te leggen. Maar 5 oktober zijn dus de zogenaamde shitty prototypes van karton en Lego en in elkaar geknutseld eigenlijk, gefabriceerd. Het is wel een heel kleurrijk spektakel om te zien. En nu volgt een fase waarin we dat uit gaan werken, ook weer samen met Fontys Pulst. Een van de winnende ideeën is bijvoorbeeld een set met reflectiekaarten waar langs professionals met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. Maar ik kan me voorstellen dat in de loop van de doorontwikkeling dat er toch iets anders uit gaat zien. We streven ernaar om met een jaar ongeveer dat er echt een product ligt wat gewoon breed verspreid kan worden en het liefst zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk aangeschaft kan worden en ook gebruikt kan worden, zodat het ook echt... Ja, als vanzelf eigenlijk bijna zijn weg naar de praktijk gaat vinden. Dankjewel. Ik ga afronden, want het is 16:45 en wij moeten ook om 17:00... volgens de maatregelen van de overheid dit gebouw uit zijn. En we moeten ook nog eventjes opruimen. Dus ik ga hem nu afsluiten. Ik dank jullie allemaal, de sprekers. Ad, Petri, Kees, Katrien, Heidi en... voor jullie bijdrage. Ik dank Mirjam voor het inspringen van moderator zijn.
ad hoc eventjes ingesprongen, dus hartstikke bedankt. En ik dank vooral ook het publiek, dat wij helaas niet hebben kunnen zien, maar we weten dat jullie er waren. En nou, we hopen dat het een mooie middag was. In ieder geval heel erg bedankt. Volgens mij moet er nog een laatste slide zijn. Ja, die komt er nu aan. Waarmee ik in ieder geval ga afronden en jullie ga uitnodigen, ook voor volgend jaar, voor onze zorgsalons, waarin het thema van volgend jaar is Shaping Change. Mooi in het Engels, dat is ook het thema van de Universiteit van Tilburg. En dat willen we allemaal op een goede manier verbeteringen aanbrengen. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid. Ik wens u verder een hele mooie dag.